18 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Erik Smeenk, lijsttrekker van de Sallandse gemeentebelangen en kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in Groot-Salland, legt uit waar zijn partij voor staat. Lokaal, betrokken en doeltreffend. Mijn persoonlijke binding met water is dat ik leef en woon aan de dijk in Deventer, bij Diepenveen. Ik woon tegenover het eerste deel van het ruimte voor de rivierproject in Deventer. En dat heb ik dus heel goed kunnen volgen. Maar vooral de krachten die met hoogwater ontstaan, dat integreert mij enorm. De hoogwaterperiode 1995-96 heeft me echt bewust gemaakt van de krachten die ontstaan. Met het hoogwater, hoe in korte tijd een dijk beschadigd kan raken door de stroming die het water ontwikkelt. Ja, dat integreert enorm en zodoende is mijn belangstelling voor het water ontstaan. Wij onderscheiden ons van andere partijen door onze basis. Wij zijn zoals de gemeentebelangen is ontstaan vanuit de gemeentebelangen Olswijen, Deventer, Dalfsen en Raalte. De kandidaten op onze lijst zijn zeer lokaal betrokken met passie voor water en zijn niet beïnvloed door de landelijke politiek. De mensen binnen onze partij zijn betrokken bij hun woongebied en zijn zeer benaderbaar voor de bevolking. Wij staan voor het lokale. Een van onze successen in de afgelopen bestuursperiode is de verbetering van de communicatie van het waterschap Groot-Salland. Wij hebben het idee dat we samen met het bestuur natuurlijk de communicatie van naar binnen en naar buiten van het waterschap gewoon duidelijk beter is geworden. Wij vinden het belangrijk dat de waterschappen met de mensen aan de keukentafel gaan zitten bij aanvang van projecten. Om zo problemen en moeilijkheden die kunnen voorkomen tijdens het project aan de voorkant al weg te gaan nemen. Het volgt ook de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van het waterschap.